De 19-jarige Jaylin Kalkman uit Millingen aan de Rijn was de afgelopen weken te zien in het tv-programma Idols. Ze doorstond de audities en de tweede ronde en kreeg van de jury te horen dat ze een waanzinnige sound heeft. Ik wilde graag meedoen aan Idols omdat ik eigenlijk als kind van kind af aan al wil zingen. En ik een tussenjaar had dit jaar en ik dacht ja, ik ga van dit jaar gewoon proberen om te gaan zingen en kijken waar het gaat brengen. Mijn hele familie was erbij toen ik doorging en het was gewoon onbeschrijfelijk. Mijn moeder had het wel al verwacht, maar natuurlijk, je moeder verwacht dat altijd, toch? Maar ik was zelf heel blij en dat ik het mezelf kon bewijzen, zeg maar, dat ik het wel kon. With the tanks and the bomb and the bomb and the guns in your head, in your head, they are fighting in your. De auditie ging best wel goed. En dan de theaterronde net gehad. Ook positief, ik ben de laatste 21 nu. Dus het is voor mij best wel wat. En ja, het is een beetje onbeschrijfelijk. Mijn moeder zingt ook. Of ja, die zong. En mijn zusje speelt gitaar. Dus ik heb wel echt veel aan mijn familie die ook muziek maakt. Als ik Idols zou winnen, dan zou ik heel graag veel willen optreden en mijn droom waarmaken. Ja, klinkt heel cliché, maar het is wel echt wat ik dan zou willen. Gewoon veel optreden, mensen daarmee blij maken. Dat mensen ook het leuk vinden naar mij te kijken. En dat is mijn grote droom dan uiteindelijk. Ik hoop dat ik het nieuwe idool van Nederland ben. Ik bedoel, ik vind mezelf wel anders. Ik onderscheid mezelf heel erg, omdat ik toch een beetje andere kledingstijl heb. En toch een beetje een aparte stem heb. En ik hoop dat ik me daardoor onderscheid. Wat de volgende ronde te bieden heeft, is voor iedereen een grote verrassing. Dus als jullie allemaal volgende week woensdag weer gaan kijken, dan komen jullie er vanzelf achter wat er gebeurt en wat er niet gaat gebeuren.